Ik verzorg sound design en audio mixen voor onder andere social content. Als 11-jarig jochie mocht ik een kinderprogramma presenteren. En daar kwam ik natuurlijk ook in aanraking met het technische aspect. Techniek aan zich, type nummers, et cetera, daar ben ik allemaal niet mee bezig. Uiteindelijk gaat het over verhalen vertellen. Podcasting is weer terug van weg geweest. Ik heb daar een mobiele podcast setup voor gemaakt. Zodat je op locatie mensen hun podcast kunnen opnemen. Waar ik mee speel is een podcastplatform op Nederlandse bodem. Omdat dat dan qua servers die in Nederland draaien ook vallen onder de Europese wetgeving. Zodat het allemaal een stukje gemakkelijker wordt en je een stukje veiligheid kan geven aan opdrachtgevers. Als het aankomt op sounddesign, geluiden los zonder beeld kunnen van alles zijn. In een pan bacon bakken kan ook regen zijn. Of het kan ook ruis zijn. Dus hoe meer vrijheid je daarin hebt, hoe creatiever je daarin kan zijn. Het is vooral gevoelsmatig werk. Werkt dit wel of werkt dit niet? En dat is hoe ik me daarbij voel. En dan uiteindelijk hoop ik ook dat de klant dat ook zo voelt.